Als de winden van verandering waaien, kun je ofwel een muur bouwen, of je kunt een windmolen bouwen. En dat vind ik wel een mooie, van wat doe je ermee? Zaken die op je levenspad komen, je kunt het zien als een belemmering en als iets slechts. Of je kunt er naar kijken van, wat kan ik hiermee doen? Ik geef presentaties over hoe je je creativiteit kunt prikkelen en stimuleren. En ik probeer dat op een hele eenvoudige manier te doen. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat er maar heel weinig dingen zijn die mensen niet aankunnen. Maar meestal houden we dat al tegen in ons hoofd. Dat we zeggen van ja, maar het gaat niet, dus ik denk er zelfs niet over na. Creativiteit is inderdaad een containerbegrip. Hetzelfde is een beetje als innovatie. Iedereen neemt dat in de mond. Terwijl er eigenlijk maar de echte creativiteit is, hoeft helemaal niet zo spannend te zijn. Weet je, als je thuis in het huishouden iets bezig bent en er loopt iets mis en je moet een andere oplossing zoeken, dat is ook creativiteit. Waar je vroeger als bedrijf je ene concurrent had in je land, op dit moment staat de hele wereld voor dezelfde deur van jouw klant. Weet je, ze gaan op internet en ze kunnen voor dezelfde prijs of nog goedkoper dezelfde kwaliteit iets uit Azië geleverd krijgen. Dus ineens van nummer 1 te zijn in België, ben je nu nummer 77 van de wereld. Hoe ga je daarmee om? En ik denk dat daar echt een mindshift wel nodig is. In tijden van crisis of dat dingen moeilijker gaan, merk ik wel dat creativiteit belangrijker wordt. Gewoon omdat we niet meer de luxe hebben om door te doen zoals we altijd deden. Omdat het geld op is, omdat we minder mensen hebben, dat soort zaken. Als je niet meer kunt leren of niet meer vooruit kunt gaan, ja, wat doe je hier dan nog?